Dit is Papa Alfa 0 Eco Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1403 met een uitzending voor vandaag 7 september 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. De data vandaag is net als gisteren 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Vandaag weer een deel uit de serie over antennes en de serie over repeater techniek. Afgelopen maandag hadden we daar de laatste delen van. Mocht deze uitzending om een of andere reden de komende tijd een keer niet doorgaan, dan kun je hem in veel gevallen wel beluisteren via youtube.com/PNLETE. www.youtube.com/PNLETE. In deel 8 van de serie over antennes hebben we het nog steeds over de tuner, de antennetuner. En de bijvoorbeeld filterende werking die van een tuner uit kan gaan. Een tuner werkt ook voor ontvangst natuurlijk, net als bij zenden, alleen in omgekeerde richting. Ook bij ontvangst is het voor een goede werking van belang dat de antenne en de ontvanger goed op elkaar zijn aangepast. Zij dat het hier met name op de korte golf wat minder belangrijk is dan bij zenden. Wanneer je de tuner voor zenden goed zet, zal deze voor ontvangst doorgaans ook goed staan, tenzij je natuurlijk split frequency werkt met een vrij grote split. Ook bij ontvangst profiteer je verder van de filterwerking van de tuner. Met name de spiegelonderdrukking van je ontvanger wordt daardoor dus beter dan zonder de tuner. Wanneer echter het ruisgetal een rol gaat spelen, zoals op VHF en hoger, kan het voor een optimale gevoeligheid nodig zijn om de ingangstrap van je ontvanger een kleine misaanpassing ten opzichte van de antenne te geven. Om die reden zou je met een antennetuner in die gevallen de gevoeligheid van je ontvanger enigszins negatief kunnen beïnvloeden. Op de korte golf speelt dat echter niet. Zoals we eerder ook al aan de orde brachten, is bij een redelijke tot goede antenne op de korte golf de gevoeligheid van een ontvanger van een redelijk ondergeschikt belang. Tuners zie je op VHF en hoger niet zo vaak. Op 6 meter worden ze nog wel gebruikt. Soms werkt een draadantenne met een antennetuner op 6 meter bijna net zo goed als een speciale antenne voor die band. En op de hogere banden is het gebruik van tuners sowieso al minder zinvol dan op HF. Doorgaans is het daar gemakkelijker om full-size antennes te maken die van zichzelf dus al een voorspelbare impedantie en reactantie hebben. Bovendien is de Q-factor van zo'n antenne lager dan op HF, waardoor de bandbreedte relatief groter is, zodat het ook niet om die reden zinvol is om een VHF of UHF antenne met een tuner aan te passen. Er bestaan verder nog verschillende soorten van antennetuners, in die zin dat er bijvoorbeeld speciale long-wire tuners zijn. Vaak zijn dit eenvoudige tuners met een tweeknops afstemming die ofwel naar beneden transformeren of naar boven in impedantie. Als zo'n tuner alleen impedanties afstemt lager dan 50 ohm, dan kun je door in- en uitgang om te wisselen ervoor zorgen dat hij juist hogere impedanties afstemt. Verder bestaan er nog speciale tuners voor gebalanceerde antennes. Als je dat antennetype gebruikt, is er zeker wat voor te zeggen voor zo'n tuner in plaats van een balloon achter je tuner te gebruiken. Wanneer je de impedantie op een balloon te veel aanpast, kun je de ringkern met een te grote stroom bijvoorbeeld in de verzadiging sturen. Dat geeft een vervorming op je signaal die harmonisch kan veroorzaken en in extreme gevallen vervorming op de modulatie bij SSB. Bij een te grote spanning op de balloon kun je spanningsoverslag krijgen tussen de wikkelingen waardoor de balloon defect raakt. Deel 6 uit de serie over repeatertechniek. Ik ga in de serie nog wat verder in op de controllers voor repeaters. Qua implementatie zijn dat uiterst eenvoudige apparaten. Er zitten behalve een aansluiting voor een voeding, een audio-ingang op voor de ontvanger en een audio-uitgang voor de zender. Daarnaast zit er een uitgang op die je op de PTT van de zender aan kunt sluiten en een ingang waar een signaal dat aangeeft of de squelch open of dicht is op moet worden aangesloten. Anders weet de controller niet dat iemand aan het woord is. Er zijn wat verschillen in dit opzicht tussen analoge repeaters en repeaters voor digitale spraak, maar verrassend genoeg zijn deze verschillen in de meeste gevallen dus niet super groot. Niet super groot dus. Later in deze serie ga ik ook nog wat verder in op repeaters voor digitale spraak. Het audio loopt in de meeste gevallen via de controller, omdat de controller tijdens doorgangen minimaal het geluid van de callgever aan het doorgegeven audio moet toevoegen. De controller maakt ook het geluid van de rotsjepiep. Andere zaken die de controller doet zijn bijvoorbeeld CTCSS. Je kunt in veel gevallen ook de CTCSS uit de gebruikte zendontvanger of de losse zender of ontvanger gebruiken. Nadeel is alleen dat je die vaak dan niet op afstand kunt in- of uitschakelen en dat kan bij een controller wel. Als je CTCSS door de controller laat verzorgen, dan kun je niet meer de microfoon- of luidsprekeraansluiting van de zender of de ontvanger gebruiken, omdat die gewoonlijk alle frequenties waar CTCSS zit uit het audio filteren. Je moet dus elders inkoppelen. Bij veel controllers kun je daarnaast inschakelen of er pre-emfase aan de zender moet worden toegevoegd en de-emfase aan de ontvangstzijde. Ook dit zijn functies die via de microfoon- en speakeraansluiting van de zendontvanger standaard ingeschakeld zijn. Pre-emfase zorgt er in de zender voor dat lagere frequenties die bij FM een hogere energiedichtheid hebben, minder sterk gemoduleerd worden, zodat alle zendvermogen zoveel mogelijk gelijkmatig over het gebruikte kanaal wordt verdeeld. De DM-fase zit in de ontvanger. Deze functie zorgt ervoor dat het audiokarakteristiek uit de luidspreker weer zeg maar normaal klinkt. Het is vergelijkbaar met de RIAA-correctie bij platenspelers.
Bij sommige controllers is ook de ruisskwels ingebouwd of een ruisskwels. Dan kun je dus kiezen of je die uit de ontvanger gebruikt of uit de controller. Dat is ook bij softwarecontrollers vaak het geval. Professionele apparaten die standaard alleen met CTCSS werken, die hebben verder geen ingebouwde skwels. Dus het is wel handig als de controller die heeft. Moderne controllers kunnen ook spraakfuncties hebben. Dat wil zeggen dat ze dus dingen kunnen uitspreken die bijvoorbeeld in een flashgeheugen opgeslagen wordt. Dit soort functionaliteit is niet alleen beperkt tot repeaters die met behulp van de computer werken. Via DTMF kunnen overigens ook functies voor gebruikers worden ingeschakeld. De bediening van Echolink gebeurt ook via DTMF. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om via DTMF een repeater aan een andere repeater te linken of informatie op te vragen. Bij drukke repeaters en repeaters met een groot bereik zijn dit soort dingen overigens vaak niet ingeschakeld. Sommige controllers kunnen, bijvoorbeeld in morse of door bepaalde pieptonen, een indicatie geven van de sterkte van het ontvangen signaal, een soort audio S-meter dus. Slimmere controllers, en met name die door computers worden verzorgd, hebben vaak slimmigheidjes voor wat betrekking tot hoe de callgever uitgezonden wordt. En dit kun je vaak in hoge mate zelf configureren. Hoe de gesproken roepnaam bij mijn eigen repeater PI3XTV wordt uitgezonden is daar een goed voorbeeld van. PI3XTV heeft geen bakenfunctie in de zin dat als de repeater niet in gebruik is, met intervallen van bijvoorbeeld 5 of 10 minuten de gesproken roepnaam wordt uitgezonden. Wel meldt de repeater ieder uur, op het hele uur, de tijd plus uiteraard de roepletters. Er zijn nog andere functies in de repeater die op dat moment ook informatie kunnen geven. De repeater komt verder zonder dat hij gebruikt wordt niet in de lucht, behalve dus zoals ik zei 1 keer per uur. Als de repeater in gebruik is, dan meldt hij iedere 4 minuten de roepletters. 5 minuten is wat er verplicht is, maar ik doe dit net iets vaker. Nadat PI3XTV in gebruik is geweest, blijft er nog 10 minuten lang opnieuw in de lucht komen om de 4 minuten de roepletters uit te zenden. Daarna is het weer eenmaal per uur. Dit geeft aan hoe een dergelijk patroon voor roepletters uitzenden in elkaar kan zitten. Ook bij PI2NOS vindt het uitzenden van de roepnaam niet op enkelvoudige manier plaats. Bij PI2NOS wordt allereerst de roepnaam niet alleen in spraak uitgezonden, maar ook in morse. Hoe de roepnaam op een bepaald moment wordt uitgezonden en wanneer, dat hangt van de gebruikssituatie van de repeater af. De meeste mensen die zullen zich helemaal niet realiseren dat dit op deze manier gebeurt. En dat is ook heel goed. Een controller van een repeater moet vooral faciliteren en niet dingen opleggen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.